Om verspreiding van het coronavirus te beperken, worden veel afspraken in polyklinieken van het UMCG de komende weken afgelast of verzet. Dit zorgt ervoor dat er minder mensen in het ziekenhuis komen die eventueel het virus dragen. Dit is belangrijk, omdat er in het ziekenhuis veel zwakke mensen liggen die aan het virus kunnen overlijden. Uiteraard gaan alle afspraken door die medisch noodzakelijk zijn. Maar er zijn ook afspraken, denk vooral aan controleafspraken, waarvan we zeggen die kunnen we uitstellen of die kunnen we telefonisch doen. Dus die stellen we uit. En hoe wordt dat onderscheid nou precies gemaakt tussen noodzakelijke en niet noodzakelijke afspraken? Dat is een afweging van de behandelend arts. Verder worden alle onderwijsactiviteiten in het UMCG voorlopig afgelast, zodat patiënten in het ziekenhuis zo min mogelijk risico lopen om het virus te krijgen. Colleges, toetsen, et cetera, gaan niet door. Kleinschalige dingen kunnen soms wel doorgaan, maar dat is een afweging van de docent. En daarnaast kijken we wat er online gedaan kan worden om studenten online colleges te geven bijvoorbeeld. Hoe lang duren al deze maatregelen? Dit onderwijs duurt allemaal in ieder geval voor de komende weken. Het onderwijs is van afgesproken dat dat tot begin april duurt. En we bekijken per week wat de actualiteit is en hoe we daarna moeten handelen. Ondanks alle maatregelen om mensen te weren uit het ziekenhuis, zijn bezoekers nog steeds welkom. Patiënten kunnen nog bezocht worden, maar we vragen wel nadrukkelijk aan bezoekers die klachten hebben gerelateerd aan het coronavirus, hoesten, verkoudheid, koorts, om niet te komen.